Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Belinda en vandaag heb ik een video waar ik denk ik allemaal wel een beetje op gewacht hebben. Ik heb namelijk niet één, maar twee pakketten binnengekregen van Happy Painting. Nu zou je misschien denken, Happy Painting, dat bedrijf kennen we niet. Diamond Painting Wereld is niet overgenomen, niet veranderd van bedrijf, helemaal niks. Diamond Painting Wereld heeft wel de naam veranderd. Dit was het logo van Diamond Painting Wereld en dit is het logo van Happy Painting. Het is dus gewoon nog hetzelfde bedrijf, dezelfde eigenaren, dezelfde werknemers, dezelfde producten, dezelfde prijzen, noem het allemaal maar op, maar alleen een andere naam. Ik zag het al in mijn comments voorbij komen van, hé, ander bedrijf dit, dat is dus zo. Nee, het is gewoon hetzelfde, maar omdat ze natuurlijk internationaal willen, is Diamond Painting Wereld niet de perfecte naam. Want ja, als je in het buitenland bent, is het woord wereld niet altijd wereld, weet je wel. Dus Happy Painting is gewoon wat algemener. Dus, ik ga wel van tevoren zeggen, de spullen die hierin zitten. Ik weet wat erin zit, ik heb het namelijk allemaal zelf uitgekozen. Dus Happy Painting, heel erg bedankt weer voor het sponsoren van deze spullen. Ik heb deze spullen van hun gratis gekregen. Ik word hier niet voor betaald om deze video's te maken. Ik word ook niet betaald om mijn mening erover te geven. Dat gezegd hebbende, staat ook allemaal in de beschrijving dat ik er niet voor betaald word om... ja, dit allemaal aan te prijzen of weet ik het wat. Als iets niet goed is, dan zeg ik het ook gewoon. Dan neem ik contact met hun op en dan wordt het allemaal gewoon opgelost. Maar ik weet dus wat erin zit. En er zitten dus producten in waarbij gewoon de naam Diamond Painting Wereld nog erop staat. Dus dat je dat wel weet. Het is dus van Happy Painting, maar de naam Diamond Painting Wereld staat er gewoon nog op. Omdat nog niet alle producten veranderd waren qua naam. Dus we gaan gewoon even beginnen. Bij gebrek aan een schaar snij ik hem gewoon even open. Het is voor mij dus geen verrassing meer wat erin zit. Dus ik hoef nu niet heel gechoqueerd te reageren. Oh, dat zit erin, dit zit erin. Bla bla. Nee, ik weet wat ik uitgekozen heb. Maar ik weet wel dat ik een heleboel dingen heb waar ik echt heel benieuwd naar ben. Dit, pak gewoon het bovenste. Dit is iets wat we wel al kennen. Dit heb ik namelijk met Diamond Painting December al een keer gedaan. Dit is een lampje. En dit is een lampje in de vorm als die scherp stelt. Hallo? Waarom werk je niet? Gewoon niet scherp stellen ook, hè? Gewoon weigeren. Nou, dit is een lampje in de vorm van een eenhoorn. Die kennen we ook van kerst. Met kerst hadden we een kerstboom. Met kerst hadden we... Ik moest niezen tussendoor. Met kerst hadden we een kerstboom. En nu hebben we een eenhoorn. Ik had met Diamond Painting December echt haast met opnemen. Omdat dat natuurlijk helemaal fout ging. Omdat een bepaald postbedrijf het helemaal verpest had. Dit keer heb ik dat niet. Want als het goed is kan je deze painten aan twee kanten. Dus dat gaan we deze keer ook gewoon doen. Dan heb ik een van mijn favoriete items. Ik gebruik het nog steeds. Ik heb er twee liggen. Maar een pennenbakje. Dat is toch iets... Ik vind dat zo leuk en zo uniek. Dus we hebben een pennenbakje. Dan heb ik nog een boekenlegger. Die vond ik de vorige keer ook onwijs leuk om te maken. Gewoon nog steeds heel stevig materiaal. En ik denk dat dit de eerste video's worden ook. Ik heb... twee mondkapjes. Die vond ik wel heel toepasselijk bij de huidige situatie, helaas. Maar ik heb een mondkapje met een eenhoorn en een mondkapje met... Ik wou zeggen Spider-Man. Maar voor de Marvel-kenners onder ons... En dat ben ik absoluut niet. Maar volgens mij is dit Spider-Man met het schild van Captain America in zijn handen. Of ligt het nou bij mij? Volgens mij is dit Spider-Man met het schild van Captain America. Maar goed... Maakt niet uit. Doet er verder niet toe. En dan hier een eenhoorn. Dus ik denk dat we hier als eerste een video over gaan maken over de mondkapjes. En dat is alweer het eerste pakket. Dus we gaan snel door naar het tweede. Ook het tweede pakket gaan we voorzichtig openmaken. En dan hebben we hier. Even open. Dit. Hier ben ik echt heel enthousiast over. Dit is een painting van 30x40, maar hij is partial of partial, partial, hoe je het noemen wilt. Hij is gedeeltelijk, het is geen full. Deze geeft, als het goed is, licht in het donker. Dit is een glow-in-the-dark painting in de vorm van een paard. Dus ik ben hier heel benieuwd naar als ik deze gemaakt heb. Gaan we hem zeker uittesten natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd of dat ook echt werkt. Ik zag dat op de site en ik dacht, dat meen je niet. Je gaat serieus een painting... die glow in the dark is. Maar goed. Ik was in ieder geval heel enthousiast. Dus we gaan kijken of het werkt. Dan heb ik hier. Iets waar ik heel veel vragen over krijg. Is Diamond Painting ook voor kinderen?
Het antwoord erop is ja. En daarom heb ik deze gevraagd, want dit is een kinderpainting. Zodat ik dus ook gewoon aan ouders kan laten zien dat je ook gewoon kan painten met kinderen. Ik heb zelfs nog zitten twijfelen om een kind te regelen om dit te doen. Maar ik ga het wel gewoon zelf doen. Maar diamond painting weer... Dan gaan we nu wel dit krijgen natuurlijk. Dat ik nu de hele tijd diamond painting weer gaan zeggen. Happy Painting verkoopt ook paintings voor kinderen. Zoals je ziet, deze zijn wat kleiner. Want dit is dus een kinderpainting. Nou, als je hier ook kijkt. Dit is gewoon voor volwassenen. Die is al een stuk groter. En die gaat natuurlijk nog de breedte in. Dus dit is, als het goed is, ook de vorm van een eenhoorn. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar dat zien we dan in de video wel. Maar achterop staat een konijntje. Dus ze hebben een heleboel verschillende op de website. De linkjes naar deze producten staan bij de goede video's gewoon eronder. Er staat natuurlijk altijd sowieso onder de producten die je standaard gebruikt. En gewoon een linkje naar de website. Maar de linkjes van de producten, echt specifiek, staan altijd onder de video waarin het product gemaakt wordt. Oké, dan zitten er nog een paar items in. Ik heb hier, oh ja, sleutelhangers. En die heb ik in de vorm van astronautjes genomen. Want we hadden laatst een hele Among Us trend. En toen zag ik die astronautjes en dacht ik, dat is leuk. En dan heb ik hier als laatste alweer nog een notitieboekje. Deze. Dus we hebben weer aardig wat items. We hebben er 1, 2, 3, even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. 8 items. Volgens mij, ik mis iets, denk ik. Volgens mij had ik 2 pennenbakjes gekozen. Ik weet het niet meer. Maakt niet uit. Ik heb in ieder geval weer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 video's. En deze is 10. Dus ik kan hier in totaal 10 video's mee vullen. Want van die sleutelhangers maken we natuurlijk altijd gewoon 2 video's. Dus ik kan hier gewoon weer 10 weken aan video's meevullen. Ik wil Happy Painting dus gewoon nogmaals heel erg bedanken weer voor de spullen. Want we kunnen dus gewoon weer 10 weken vooruit. Ik hoop ook dat ik daarna niet meer zo lang hoef te wachten, zeg maar, op nieuwe spullen. Maar ik denk het niet. Want ja, dat het zo lang heeft geduurd, heeft dus inderdaad gewoon te maken met het feit dat er een naamswisseling aankwam. Het was gewoon niet handig om tijdens die hele naamswisseling ook nog met mij bezig te zijn. En we zijn natuurlijk achter de schermen ook nog met iets anders bezig. Dus dat liep gewoon even allemaal niet zo heel soepel. Vandaar dat het wel lang heeft geduurd. Maar goed, we zijn er nu. We hebben weer spullen. We kunnen weer verder. Volgende week dus gewoon een nieuwe video waarin we iets gaan maken van diamond painting. Ik hoop dat je erbij bent. Vond je dit nou een leuke video? Doe zeker even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zie ik jou volgende week bij een diamond painting video. Doei doei!